Ik ben vandaag in Vlaardingen, bij de volkstuintjes in de Broekpolder om precies te zijn. Er is de afgelopen tijd heel veel regen gevallen uit de lucht en daarom ben ik benieuwd wat de volkstuintjes hier aan doen. Wij hebben wel geluk dat de teelt al eruit is. Dus we hebben winter klaargemaakt die tuinen. Dan hebben we een beetje minder last dan normaal. Nee, ik heb er geen last van gehad, want ik heb een goede drainage in mijn tuintje. Dus het water loopt zo naar de sloot. Komt er wel een water veel omhoog, ga naar de tuin. Ja. Dan moet de gemeente moeten nakijkt worden water is. Alles is goed droog bij mij. Ik zorg wel dat ik goede afwatering heb. Anders dan staat het onder water. Hè? Was dat vroeger wel hier zo? Ja. Ik heb zitten nou een jaar of zes, zeven. Ja, zeven. Dus ik heb gelijk al na twee jaar zag ik Venetië hier eigenlijk een beetje in mijn tuin, weet je wel. Onder water. Dus hebben we hele nieuwe leidingen erin gelegd naar de sloot toe. In Vlaardingen zijn de meeste volkstuintjes dus goed beschermd tegen de forse regenbuien. Maar bij volkstuinvereniging Ter Leden in Schiedam kunnen ze daar nog wel wat van leren. En als je op het gras loopt, dan zak je erdoor. De planten hebben er ook te lijden van. Want als je bijvoorbeeld een taxus neemt of andere planten die meer dan 2-3 weken echt in het water staan, in het water. Ja, dan heb je kans dat ze na de hand wel doodgaan. Dan zo verzuipen ze, zeg maar. Ja. Er liggen hier wel drainagestukken op bepaalde vlekken, maar ook daar is een tekort. Het slipt dicht na zoveel jaren. En de vereniging doet er veel aan, de gemeente doet er wel wat aan. Ja, we zijn er met 249 tuiners. Als iedereen dan zijn aandeel doet, en dat doen ze gewoon niet klaar, maar dan zou er een heleboel ellende van zijn. En dan kun je ook 's winters of in het najaar, in het voorjaar, kun je gewoon je tuin op.